Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie Algo scripten leren. Zoals je ziet heb ik hier een motor en die is niet gewoon. Je ziet dat hier altijd even een soort van padletjes spannen. Dat zijn van scripts die ik jullie ga laten zien. Ik ken er nu twee, zover ik weet. Ik kan hem teleporteren, weet ik niet meer helemaal hoe dat werkte. Maar dit is een span engine die ik zelf heb gemaakt. Het systeem zit zo, dus als het boven is... Dan dit elastiekje, of hoe heet het, een veer, die trekt een beetje de ding omhoog, waardoor die een beetje zo omlaag gaat en dit stukje van het blokje gaat. Oké, en als hij een beetje omlaag gaat, begint hij met trekken, dus zo, en dan gaat deze weer tegenaan het blokje en dan spant hij in een balletje, of een paar, en dat duwt een beetje... de rest omlaag. Waardoor het de hele tijd zo'n systeem heeft. En dan blijft die de hele tijd runnen. Nou, dat is een script die ik ga leren. Zoals je ziet staan hier bij het scriptmenu wat dingen die ik heb ingevoerd. Dus ja, laten we beginnen. Dus we beginnen met een andere, denk ik. Ik hou deze wel hier. En dat is een systeempje dat... Dingen die een platform aanraken, dat ze gaan bewegen. Dus dat ze een kant op gaan. Dus, want zoals je nu een balletje erop doet, gebeurt helemaal niets. Nee. Maar met het script wel. Dus stel je voor, we doen deze aan. En dan maak ik een soort van platformpje. En doen we één hier een blokje. Dan selecteren alles. Glue the background. Ja, oh, dat is een simulatiespel. En nu ga ik je een voorbeeld geven. Dus, wij willen dat een balletje die erop gaat, dat die zo hier naartoe gaat. En dat dit een springpad is. En dat die zo... Dat zullen we gaan doen. Dus, dan gaan we scripten. En dan klik je op het scriptmenu als je rechter muisknop klikt. En dan moet je even zoeken en dan staat hier on collide. Oké? Als je het hebt gevonden, dan moet je hier dus typen. En typ je i.other. En dan punt. En dan vel. Dus dat betekent i.other is dat het andere iets gaat doen. En dan vel is velocity. Velocity. Velocity, ik weet niet hoe je het zegt. En dat is snelheden. En ja, snelheden. En dan doe je i.other.vel. Doe je is. Spatie. Daar moest ook een spatie tussen. Deze tekentjes. En dan ga je er tussenin. En dan heb je twee cijfers. Dus doe je 0.0. Nou, je hebt twee assen. De j en de x. Dit is volgens mij de x en dit de y. De y is omhoog en omlaag. En x is links-rechts. Je hebt ook nog een andere voor 3D. Drie assen natuurlijk. Maar dit is 2D, dus je hebt er twee. Dus, het is even uitvogelen hoe het werkt. Sowieso doe je hier zo. Doe je weg en dan typ je een 1. Dus, als het goed is, gaat hij dan een beetje springen. Klein sprongjes maken. Dus als hij opkomt, is de velocity 1 omhoog. En dat telt dan als een snelheid omhoog. Wel, en doen we hier bijvoorbeeld 10. Als dan klik je op enter, dan staat het er. En dan moeten we even testen, want misschien gaat het de verkeerde kant op. Dat weten we nog niet. Maar, oh, sorry, ik spande een touwtje in. En dus als we een balletje neerzetten, dan doet hij niets. Even kijken hoor, dat hoort het gewoon te doen. Even kijken hoor, dat hoort gewoon te werken. Dat op het vel is... Stel voor, doe 0 bij. Nee, het wil niet. Normaal zou het nu al effect horen te maken. Velocity.
Balletje spring. Even kijken hoor, dat is een beetje raar. Want dit hoort gewoon te doen. Dit doe ik altijd. Even kijken. Maar waar zou het aan kunnen liggen? Excuus helemaal. Stel je voor, ik probeer het op dit blokje. Even kijken hoor. Dus dan ga je ongeleid. dpi.adder.vel. Spatie is spatie. Deze twee. Stel je voor, doen we een 0,10. Of het moet een komma zijn, dat kan. Weet je, ik probeer een komma even. Niet dat het aan ligt, denk ik. Dat het niet uitmaakt. Ja, daar lag het aan. Ja. Oké, helemaal top. Dus, we gaan even die weg. Dus we gaan weer verder met deze. Beetje soortje, maar. Kijk, het puntje moet dus weg. En zetten we een komma voor. En dan zetten we even het effect lager. Dus dan doen we hier 10. En 1 bij de andere. Enter. En dan gaan we het even testen. Dus dan gebruiken we een balletje. Als we die nu opzetten. Ja, dan gaat hij vooruit zoals je ziet. Want hij springt een beetje. Dat is dus die 1. 1. Dus dan gaat hij een beetje springen en vooruit. Nou, het springen is, want ook al blijft hij het aanraken, het effect gebeurt niet nog een keer. Hij moet het weer aanraken voor het effect. Dus omdat hij een beetje springt, blijft het vooruit gaan. Laten we het zetten op 30, wat sneller. En dat is dus goed. We hebben nu het pad om op te snellen. Kijk, pieuw. Nou, nu willen we springen. Dus gaan we naar script menu. Dan heb je dit nog staan. Een beetje een zootje was dat. Dus hier gewoon 0. En doe hier zo'n, laten we zeggen, 20. Nou, pak je een balletje. Niet uit wat. En dan spannen, zetten we hem erop. En dan hoep. En zoals je ziet, blokkeert het een beetje en gaat het niet echt naar voren. Het kunnen fixen. Dus dan doe je de snelheid ook nog omhoog. Zet je ook op 30. Want dat hadden we net hier. En oh, daar gaat hij al even zin in. En even een beetje stil. En dan laten we hem zakken. En oh, kom maar even op. Is niet eng. Rustig. Ja, zo. Oké. Okay. Even springen. En. Oh, wacht, hij zit een beetje gezakt. Even kijken hoor. Dat ligt er wel aan. Ja, het moet wel goed netjes zitten. Daarvoor moet je de grid tool gebruiken. Oké. Oké. En woep. En dan heb je een jump pad. En dan heb je een. Dit was dus het eerste script. Dus dan kan je gewoon allemaal balletjes opzetten. Dan gaan ze lekker springen. Zo. Kijk, en dan heb je een jump pad. Ja, dat is dus het eerste script. Ik heb er zelf nog een marblebaan mee gemaakt. Ik denk niet dat ik hem. Ah, daar is hij. Dat maakt even niet uit. En dit is dus wat ik heb gemaakt. Dus het is een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld deze. De balletjes springen. Een jump pad. Dan moet ze een beetje omhoog gaan. En dan valt ze naar de ander. En dan gaat ze zo'n beetje in een loopje. Hier is het ook een beetje met een soort van pijp die het een beetje zo omhoog doet. De fossielen die zitten, dat die verlossen die zit, dat hij omhoog gaat en een beetje in weer trilt. Dus het effect blijft doorgaan. Dan valt hij naar boven, gaat hij weer naar rechts, links en dan gaat hij weer omhoog. Dus dat is dus een save. En nu gaan we het andere span-script doen. Dus klik hierop en dan klik je nieuwe scène. Je houdt hem op pauze, je spant een blokje. Dan gaan we naar script menu. Weer oncollide. Dus. Deze is lastiger. Dus misschien weet ik het niet helemaal. Het is even wennen. Ik heb het nog niet lang geleerd dit. Dat ik het een beetje vergeet. Even kijken hoor. Dan klik je. Dan doe je add. Dubbele D. Punt. Nee. Je doet scène. Punt. Add circle. Dat is een cirkel.
En dan weet je vast wel, tussen die twee balkjes weer. Dan heb je send a circle. En dan doe je deze als het goed is. En dan ga je, nee, juist andersom. Zo hoor, het is een beetje wennen. Dus zo'n dingetje en zo eentje. En dan ga je hier tussen werken. Misschien is het fout, ik weet niet. En dan moeten we... Eigenlijk gaan we nu de info schrijven. Dus wat de cirkel mee spant. Wat het is, hoe het is. Dus dan kan je een beetje in de weerwar doen. Ik vind het zelf niet echt lastig, dat gedeelte. Want dan heb je bijvoorbeeld een belangrijke density. Density typeje. En dan doe je spatie. Dubbele punt. Is. Spatie. En dan typ je het in. Dus dan doe je bijvoorbeeld 10. Ik doe vaak 100. Dat is goed zo. En dan klik je, dat is dus 1. Dus de density van de dingen wat je spant is 100. Dan doe je deze, een puntje en een komma. En doe je bijvoorbeeld, je kan eigenlijk heel veel doen. Je kan het heel geadvanceerd maken. Hoeft niet helemaal, ik ook mijn kleur en zo. Maar dat hoeven wij niet nu. En dan doen we, even kijken hoor. Want je hebt ook de grootte, kan je kiezen. Wat is dat ook alweer? Wacht, is het nu weg? Shit. Dat is niet mijn bedoeling. Wacht even hoor. Momentje hoor, dan ga ik even spieken. Hoe de grootte heette in het Engels. Ja, ik denk steeds size, maar dat is het niet. Dus gaan we even kijken. Ja, er staat hier wel size, maar dat is er niet. Oei. Ja, ik ben hier dus op zoek gegaan naar motors. En ga ik even spieken. Dus het is een motor. Klik hier op. En dan radius. Ja, dat was het. Dus we doen een nieuwe scène. Ik typ het even snel, dus het was scene.addCircle. Moet je deze en deze. Dan gaan we typen. Dus dan klik je density. Dubbele punt is, spatie 100, punt komma. Dan de... Ben ik het nu al vergeten? Zeg het niet, moment hoor. Radius, hehe. Radius, spatie, dubbele punt is. Dan doen we bijvoorbeeld gewoon 1. Komma, wat willen we nog meer? Misschien, ja, kleur of niet. Time to live, dat gaan we even doen. Dan doe je time to live. Allemaal aan elkaar. Doe je spatie, deze, deze. En dan doen we bijvoorbeeld 0.2. Want zodra het de grond aanraakt, want er staat on collide. Dus bij aanraking dit. Dus als hij de grond raakt, dan gaat hij heel veel blokjes spannen. Want de blokjes die hij spant, of de circles... Cirkels, die raakt het ook weer aan. En dan gaat het nog meer. En dan wordt het echt super laggy als zal blijven. Dus we zorgen dat die kort leeft. Voordat het soort van despant. En dan is het eigenlijk zo'n beetje wel goed. Dus, dan doe je zo'n vormpje. Oh, zo eentje. Dan doe je zo eentje. En dan die laatste. En dan klik je gewoon op enter. Als het goed is gaat het netjes onder elkaar. En dan doe je het weg. En dan doe je het van pauze. En hop. Oh. We hebben een foutje gedaan. Dan gaan we weer naar scriptmenu. Je gaat gewoon verder bij het laatste dingetje. Deze. En dan doe je de positie. Dus pos. Dubbele punt is. I punt pos. En dat is zijn positie eigenlijk. Waar het wordt aangeraakt. Daar span ze ook. Dus we doen nu spatie. En zo sheet. Oh.
Ja, even terug. Ging helemaal goed. Dus stel je voor, we spannen een balletje erop. Oh. Kijk, Sashita raakt het allemaal aan, doet helemaal gek. We doen even dit. Dus het gaat naar collision layers. Collision A uit en B aan. Dat betekent, want dat het niet de balletjes die die inspant, heeft altijd collision A alleen. Dus, maar niet B. Dus dan raakt het niet elkaar aan, waardoor het niet ontiegelijk veel gaat spannen. Maar de aarde, die heeft wel elke. Dus, we raken daar aan en span balletjes in. En dan ga je, dan heb je spanner. Maar je kan het ook veranderen. Dus dan doe je bijvoorbeeld glue to background. En je kan script verzetten. Even kijken hoor. Door bijvoorbeeld time to live. En dat doen we even weg. Dan moeten we een oneindig tekentje zoeken. Nou, ik weet niet hoe je dat kan typen zelf. Dus ik zoek het vaak op. Kijk, moet je even zoeken. Even kijken. Even kijken. Kan hem eigenlijk niet zien staan. Time to live, waar sta je? Ah, hier zie ik. Ik kopieer het gewoon even. Want ja, ik weet dus niet hoe ik het kan typen. Je doet deze weg. Ctrl-V. En dan leeft het oneindig wat je inspant. Doe je het zo. Een balletje. Dan zet je even op collision B. En dan doen we dit. En dan spant het allemaal balletjes in. Die altijd zo. Loop, 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 loop. We kunnen dus ook bijvoorbeeld dit doen. Dat hij het aanraakt. Dan plaats je een stokje. Doe je een van deze. Een van deze. Deze doe ik eigenlijk weg. Die doe ik naar deze. Dan ga je naar de axle. Dan klik je op motor. Oh, ik zet hem even lekker sterk, de kracht van hem. En dus steeds als hij het aanraakt, spant hij een blokje. Kijk, en dan doe je zo. Dan heb je een hele goede spanner gemaakt. Kijk. Ja, allerlei blokjes in. Ik wil ze niet eigenlijk weg laten rollen. Zo. Dan heb je een spanner. Je kan ook het heel geavanceerd maken. Wacht even hoor. Dus ik zet hem even uit. Want je kan nog heel veel scripten doen. Echt dat het echt voor pro's. Dat je echt heel veel moet leren en oefenen. Dus bijvoorbeeld dat je een tracer op doet, is al volgens mij ontiegelijk lastig. Ik weet al niet hoe dat werkt. Je kan volgens mij ook spawnen met velocity van het volgende script wat we hebben gedaan. Dus dan doen we zo'n tekentje. En ik denk dat gewoon wel. Is deze tekentjes. En misschien gewoon 0,10. Ik weet het ook niet hoor. Ik ga gewoon een beetje experimenteren. Laten we het testen. Misschien dat als het goed is, gaat hij. Nee. Het heeft geen zin om in de lucht echt te spannen, zie ik. Nee. Misschien is het er gewoon een beetje laag. Dat kan ook. Nee, het werkt gewoon niet. Nee, toch geprobeerd. Ik weet ook niet helemaal hoe het werkt hoor. Het script, het is niet makkelijk. Het is wel super versimpeld. Ik krijg nu het gevoel dat hij wel mogen wil. Kijk niet. Volgens mij doet hij iets zeker. Of niet? Ik weet niet, een beetje onduidelijk. Stel je voor, doe hier een. Ik weet het ook niet hoor, maar dat is dus de scripten die ik wou laten zien. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben. Het zal lastig blijven, ja sowieso. Het zal echt heel lang duren om echt de meest geavanceerde scripten te doen. Ik kijk ook allerlei scènes van anderen om een beetje info te halen.
wat ze eigenlijk nou doen. Het is echt heel lastig. Dus ik ken een ding die bijvoorbeeld, want kijk wat de mensen maken, dan denk ik echt van hel. Hoe? Kijk dan, what the fuck? En ik zal dan laten zien wat ze allemaal maken, want kijk dan. Trotteldoek tokkelt aan. C, oh mijn god. Kijk, je kan gewoon freaking de gears veranderen. Is dat niet cool? Kijk, dan ga je in gear 1 en dan kan je gewoon vooruit, denk ik. Kijk hoor. Het doet een beetje raar. Volgens mij heb ik het een beetje. Nee, en heb je bijvoorbeeld ook geweren. Het is bizar, geloof me. Wacht even. Ik ken ook een ding weapon. Even kijken hoor. Die is Fing Extreme. Die maakt echt. Hij heeft bijvoorbeeld een tank gemaakt. Deze of een helikopter. En denk je echt van wow, in algedo. Echt. Dit heeft hij freaking gescript. Allemaal een heel systeem. Dus dan kan je helemaal omhoog. Het is helemaal gemaakt. Kijk, balkje. Je kan zelfs detail doen. Hoe dan? En dan kan je bijvoorbeeld, de bladen script. Deze zijn best makkelijk. Deze ken ik ook een beetje. Niet dat ik hem kan maken, maar. Een beetje te groot is het een verslaar. Maar kijk die geweren bijvoorbeeld. Het volgt je. Helemaal. Oh ja, kijk, explosief. Oeh. Dan denk je echt van wow. Dus alles werkt helemaal. Kijk, het geweer ook. Dus kijk, allemaal dingen. Kan je weghalen. Kijk dan. Oeh. Ik denk echt van pro's. Echte pro's zijn dit. Wow, eigenlijk is het niet te lastig, maar. Echt geweldig, jongen. Wow. Zelfs nog helemaal destructible. Het is allemaal werkend. Je kan zelfs volgens mij. Ja, je kan nog meer. Even kijken hoor. Je kan schieten, denk ik ook. Oh, wacht, staat hieronder. Kijk dan. Ik kan gewoon freaking geweren maken, helemaal. Even kijken. Kijk, missiles heb je. Guided missile, die volgt gewoon je ding. Lasers, wauw. Oké, laten we aanvallen voor lol. Wat wacht, wat was het? Wat was wat? Ja, deze minigun was dit. Oh. Ik ben niet goed in vliegen. Nee. Ai. Ik probeer het even opnieuw. Ik ben er echt niet goed in. We gaan hier uitvliegen. Kan ik deze modus doen? Het ziet er wel beter uit. Oh. Maar volgens mij zit er zelfs gewoon torens die je neerschieten. Echt, ja, kijk. Wow. Echt bizar. Ik snap echt niet hoe ze het voor elkaar krijgen. Wee, oké, let's go. En kijk, er worden gewoon freaking neergeschoten. Dat is niet cool. Kijk gewoon. Een hele automatische turret. Kan ik het niet zo? Wat voor script zit hier? Ja, en zo kijk ik dus hoe die het allemaal doet. En ik hoop dat je de video leuk vond, want het wordt eindigen. Ik hoop dat je een beetje hebt leren scripten. Het was een beetje een zooitje. Toch hoop dat je het leuk vond. Misschien ga ik nog eens video maken van alle scenes die ik heb. Ik heb ook veel dingen gemaakt. Zoals deze. Die vind ik ook leuk. Een destructible blok. Het kost flink wat werk. Ik heb hem in stukken gezet. Daarna heb ik dings opgekladderd en handjes vastgemaakt. Ik heb nog een beetje bijgescript. En dan heb je een destructible blok. Kostte wel even. Ja. Zo'n beetje. Ik heb nog een. Echt een vreselijke spuitbus of zo gemaakt. Met een armertje die je zo omhoog kan doen. Dat is wel grappig. Hier een metertje hoeveel erin zit. Gewoon voor lol. Je kan ook gewoon dit. Dan doe je dit zo. Een beetje netjes maken bijvoorbeeld.
Ik hoop niet dat het tijdverspilling voor jullie is. Ik vind het wel leuk om een beetje te doen. Hè? En kijk, daar kan je zien hoeveel water in zit. Ik heb een zak die ook zo ziet. Ik heb een beetje bijgemaakt hoe vol waar het bak zit. Ja, dat wordt. Gadverdamme, wat was dat? Bah, was het? Ik kwam. Er zat opeens iets heel vies in mond. Ik had het niet eens door. Nou, dat wordt het einde van de video. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd. Doei!